Suspect Want Level 2. En je hebt er 20. Dus. New car awarded. Ik heb een Dodge Charger SRT 8. Oké. Okay. Oh, nice. Get in. Get reborn. Hij is 2010. New car awarded. Een Mitsubishi Motors Lancer Evolution. Het is een Sport Series. Het ziet er ook wel redelijk uit. Ook uit 2010. A different for a reason. Stond erbij. New car awarded. Een Camaro SS. Performance Series. Oké. Okay. Kan beter. 2010. The Ultimate Camaro. Oké. Okay. Terug naar de politie. Het volgende. Oké. Okay. Dit is de volgende van de politie. Dus we gaan het doen. Oh. Just 20 examples of the Reventon went on sale, with the 21st being built for display at Lamborghini's museum. Costing $1,350,000 and looking more like a stealth fighter, this is the ultimate weapon in destroying motoring preconceptions. To ensure the Reventon was at least as fast as the LP640, it's... Kan allemaal niet eens verschillen. Daar gaan we allemaal niet meer naar luisteren. Dat is gewoon informatie over de auto. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat wij binnen 1 minuut en 20 seconden ze alle drie uitschakelen. Of de wagen uitschakelen. Nee, we moeten gewoon respawnen, dus we moeten gewoon naar naartoe rijden. Het is niet echt dat we iets moeten uitschakelen, maar het is wel belangrijk dat we er op tijd komen. We moeten er binnen 1 minuut 20 seconden zijn. Ja. Holy crap. Samen. Nou. Oh. Ja, dit is niet een van mijn makkelijkste. Ah, zucht. Ik ga het gewoon opnieuw doen, gewoon direct. Kom op. We hebben dat ook gedaan, dan moet het later niet zo lang duren. Want dat rechts onderin, die links dit maar naar rechts gaan ofzo. Dat is allemaal gewoon laden.
respond. This is an emergency situation. Okay. Fuck. Ik vind het echt soms heel erg irritant. Holy fuck. Net altijd deze keer. Ik heb dan misschien wel brons, maar fuck it. Gaat erom, het is me gelukt. Oké. Okay. Dat betekent dat we nu weer als racer moeten. Vanishing point. Oké. Okay. Ik ben niet heel blij welk punt ik selecteer. Het gaat om dat ik een punt selecteer. Tweede bol, oké. Okay. Het is heel simpel. Het is precies hetzelfde als die andere. Eigenlijk. Er stond ook bij. Het is een preview race. Dus eigenlijk. Wat je doet als je een preview race doet, is gewoon ervoor zorgen dat je binnen een bepaalde tijd er bent zonder echt dingen te raken. Zonder echt tegenaan te knallen dus. Al daarnet ook. Dat ben ik ook wel een beetje laat achtergekomen. Voor goud moeten we 1 minuut en 22 seconden. Binnen die tijd moeten er zijn. Ach ja, shortcuts mag mij ook. Vooral als die shortcut voor bijvoorbeeld dit dingen zorgt. Even kijken, zo. En 1.22. Nog net. Holy crap. We hebben wel goud. Het is gewoon gelukt als racer. Dat betekent dat we nu weer als kop moeten. En dat de kop het laatste gedeelte is van deze aflevering. Maar we hebben wel eerst nog een nieuw car awarded. Een BMW. BMW eigenlijk. De Z4 S-Drive 35iS. Het is een sportserie. Om te laten zien, Virtua Perfect, de BMW Roadster Perfect of iets in die trant. Oké. Okay. Deze Coral Bay. Deze. Dit is een Interceptor.
As a member of the SCPD, you have the full backing of the command center on every mission. For this next mission, command has approved the use of local roadblock units. Calling in the units will set up a roadblock ahead of you and the suspect on the road. Any collision with the roadblock will cause the suspect heavy damage and slow them down, giving you an opportunity to move in. Okay. Tot 9, tot 14. Is toch de beste. Lijkt mij. Goed, een interception. Dus gewoon weer iemand gewoon kapot maken. We hebben 5 roadblocks. Nu kunnen plaatsen. Binnen 2 minuten en dan hebben wij de 6000 als bounty. We gaan ervoor. Het is 4 uur middags blijkbaar. In het time of the day. We gaan er gewoon voor. Ik kon niet achter hem komen te liggen. Misschien daar ook al racen. Ik zie hem al. Dan aan je karretje wat net. Oh fuck, iets verder is dan mij. Nou ja, ze hebben blijkbaar niet echt goed geholpen met dat blokkeren. Ik heb blijkbaar tot nu toe nog steeds alle schade aan gedaan. All units, roadblock in position ahead. Okay, mooi. Bastard. We hebben een zilveren, nou maakt niet zoveel uit. Zo direct de laatste voor vandaag. Dus de stand van het lasje sowieso in de beschrijving. Eigenlijk hoop ik dat jullie verder gaan kijken naar de volgende afleveringen. Want ik vond het eraf heel erg leuk. Ik hoop jullie ook. We hebben een nieuwe reward. Ik wil wel zien wat het is. Het is een nieuw vehicle brochure. Een Nissan, de 376 voor traffic. 2009, power, passion, performance. De 3 magische P-woorden. Om het alvast te zeggen. Goed, beste kijkers, tot de volgende keer.